Tante, Tielekai, Shuffelop en Tiel. Shuffelop en Tiel even gekronken. We gaan beginnen met de finale tafel. Of Haasteam van Ruiten en Asco. Het is gedaan met Sonita. Sonita Piki. Het moet dat betekent zijn. Dat Salvatore op zoek moet naar een van de laatste drie overgebleven negens. De laatste kaart is een 5. Nemen wij helaas afscheid van Salvatore Crapanzano. Hij neemt €7000 mee naar huis. Hij schudt iedereen sportief. En hij kan weer een finale tafel toevoegen aan zijn palmares. Kan ik me goed voorstellen. Koning in the window voor Tim. Meteen een koning. Met een 4 en een 8. Nin met een paar vieren, moet zorgen dat hij een aas of een 4 krijgt om te verbeteren. De vierde kaart is een 10. Dan maakt Tim twee paar. Maakt voor Nin niet uit. Hij heeft nog steeds een aas of een 4 nodig. De laatste kaart is een 9. Moeten wij afscheid nemen van Nin Nguyen. Nin Nguyen, en dat is balen, want ik had het hem gegund. Nin neemt bijna €9000 mee naar huis. We zien hem vast en zeker terug bij een van de toernooien in Holland Casino. Leiding overneemt. En dat Ronald nu op zoek moet naar een aas of een vrouw om zijn straat te maken. Aas of een vrouw om te overleven. En anders nemen we afscheid van Ronald. De laatste kaart is een 5. Een applaus voor Ronald Michielsen, dames en heren. Hij kreeg het goed in. Maar helaas. Hij vliegt er hier als 6e af, neemt €10000 mee naar huis. En Dennis gaat staan, maar houdt nog wel iets over. Hij houdt nog iets over, denk ik. Robert checkt en dan gaat Kees all in. Kees all in, dat is slecht nieuws voor Dennis. Dat is vaak King Queen. Vol. Zoiets, de nut flush. Nut flush voor Kees. Heeft hij nog outs? Nee, ja, kan dat. Ja, moet hij een pair of een set hebben. Ja. Laat Kees aas koning van schoppen zien. En aangezien er 3 schoppen op tafel liggen, nee, het is gebeurd. Kan Dennis helaas niet meer winnen met zijn paar boeren. Hij wordt de hand geschud en hij krijgt een applaus. Dames en heren, op de 5e plaats, Dennis van der Meer. Ja, natuurlijk zijn we voor Kees, vriend van Oak City. Sorry voor de partijdigheid. Maar daar schamen wij ons niet voor. Komen Kees heeft gekold. Dan gaan we naar de turn van Kees. Dat is een 4. Klaveren 4. En dan gaat Tim all in en Kees called. Call van Kees. Kees laat zien, 6-4 voor een geturnde 2-pair. Geturnde 2-pair met 6-4. En Tim heeft aas koning. En niks, dat betekent dat deze hand niet meer gewonnen kan worden door Tim. Tim heeft aas koning, kan niet meer winnen. En Kees hier dus een hele grote dubbel op pakt. Flinke dubbel op voor Toepen van Kees. Kees met de hand voor het mond, maar zichtbaar gespannen ook wel hoor. Ziet zijn ademhaling. En Kalka, de coole visser, die toch gaat vullen, denk ik. Hij haalt een chip van zijn kaart af. Nog één keer kijken. Wat gaat hij doen? Wat spannend zeg. Dit is een belangrijke hoor, dit is een belangrijke. Als Kalka kalt, dan gaat het om heel veel chips. Cold 4 bij Jam van Kees. Wat doet hij? Robert Kalka fold en laat 2 vrouwen zien. Wauw! En dan laat Kees zien dat hij de andere 2 vrouwen had. Wauw! Hij fold vrouwen, wat een gek! En Kees heeft ook vrouwen. Echt bizar. Koning 8 hoop je natuurlijk niet op een call. En dan krijg je een call. Dan mag je blij zijn dat je nog flipt. De eerste 3 kaarten. 46% equity voor de Belg. Zijn koning of een 8. Een 7, een 5 en een 2. En 3 zevens voor Kees. Er moet een wonder gebeuren. Wil Timmy hier nog in het toernooi blijven? Is het enige. De vierde kaart. Nee, 2 vijven. Nee, is een 2, de markt. Kees en Volhausen moeten we helaas afscheid nemen van Kees. Timmy Lovesin. En game over voor Tim. Robert Kalka. Vrouwen van Aarts en zevens van Kalka. Robert Kalka heeft hulp nodig, anders vinden zij hier op de derde plaats. We gaan de eerste 3 kaarten zien. Voor Kalka hier. Een boer,
Een vrouw en een team. Dat betekent drie vrouwen voor Kees. Alleen maar runnen, runnen, straight voor de chop. Het is nog niet voorbij. De turn. Is een 7. Hij heeft een out. Drie vrouwen van Kees tegen de drie zevens van Robert. En Robert heeft de laatste 7 nodig die er is om in het toernooi te blijven. Kai, de laatste kaart. Is een aas. Een applaus voor Robert Kalka, dames en heren. Moeilijk naast elkaar met de armen over de schouder. En ja, beide heren zijn zeker blij met de begrijpen van de headset. En Kees ging voor de keurige... Een applaus voor de laatste twee matadoren hier in Holland Casino Valkenburg. Ze nemen plaats om uit te maken wie de winnaar is van de World Poker Tour National. En wie naar huis mag met de trofee en €55.000. De eerste drie kaarten zijn een 8, een 7 en een koning. Oh, leuk, leuk. Good shot erbij. Dat betekent dat Ellen kan winnen met een 10, een 6 of een 9 wanneer jij een straat maakt. De vierde kaart is nog een koning. Koning. Hij heeft een 10 of een 6 nodig. En anders dit kan de laatste kaart van het toernooi zijn. Kijk, daar staat de river. Is een aas. Een paar aas en een paar koningen voor Kees Aarts. Een applaus voor Alan Koel. Hij finisht hier op de tweede plaats voor €37.000. En een nog veel groter applaus voor onze winnaar van de World Poker Tour National 2015. Kees Aarts. Ik applaudisseer voor Kees, die toch wel een hele prestigieuze titel in pak. I heard you're still a student. The money is form of achievement. Ja? Kees wil ook even. Op de foto voor de jongens van Poker City. Ik kom even naast je zitten, Kees. Blijf maar lekker zitten, hoor. Wow. Fucking hell, Kees. Ik ben blij voor je, man. Ja, het is too much op dit moment. Het is echt, je kan het amper beseffen. Jij bent echt iemand, jij doet dit al lang. Je doet het met heel veel passie en die titel breekt veel voor je. Ongelooflijk. Het geld is natuurlijk leuk, maar het gaat om die titel. Dat wist ik dan. Dit is zo... Kikker. Ik wilde hem eigenlijk. Oh, dankjewel. Ik wilde hem vorig jaar al winnen. En ik gun het Niels van harte hoor, maar ik wilde hem zo graag winnen. Ja, nou, is het? Het is belachelijk gewoon. Ja, dit is zo kikker, jongen. Dit is echt. Qua poker het mooiste wat me ooit overkomen. Dit was een droom van mij.